Zonder bomen in Disneyland Parijs. Midden in Disneyland Parijs staat een heel bijzonder kasteel, omgeven door heel bijzondere bomen. Een sprookjeskasteel met gouden torens staat in een fantasielandschap met een waterval en bomen met een kroon in de vorm van een kubus. Al lang voordat het themapark openging, waren er mensen met deze bomen bezig. In een kwekerij in Frankrijk werden de bomen zorgvuldig uitgezocht op grootte en vorm. Er waren bomen nodig van verschillende hoogtes om het fantasielandschap te creëren. Als je lage bomen boven en hoge bomen onderaan een helling zet, lijkt het net of de helling langer en dieper is. Eerst werd goed gekeken of de bomen niet ziek waren. Ook mocht het bast niet beschadigd zijn. Soms werden er bomen afgekeurd die de juiste vorm hadden. Want als de bast beschadigd is, kan de boom jaren later nog ziek worden. In de natuur hebben deze bomen een normale kroon. Als ze eenmaal zijn uitgekozen, wijst een deskundige aan wat de belangrijkste takken zijn. Nu kan het snoeien beginnen. De overtollige takken worden voorzichtig verwijderd. Om de takken in de vorm van een kubus te laten groeien, wordt er een speciaal metalen frame om de overblijvende takken bevestigd. De takken worden aan het frame vastgemaakt en zullen uiteindelijk in de gewenste vorm groeien. Als het frame er eenmaal zit, wordt de grond rond de bomen extra bemest, zodat ze sneller kunnen groeien. Eerst moeten de bomen nog een zomer en een winter groeien. En dan worden ze naar Disneyland Parijs overgebracht. Een enorme kraan hijst de bomen naar hun plaats op de helling. Het zal nog even duren voor alle bomen goed geworteld zijn. Maar dan maken ze ook echt deel uit van de originele fantasiewereld die Disneyland Parijs zo bijzonder maakt. Volgende week vers Disney.